Hartelijk welkom bij Letteren et cetera vanuit de bibliotheek van het Nederlands Letterenfonds in Amsterdam. Elisabeth Lockhorn, zij schreef de biografie van Andreas Burnier, gaan we straks over hebben. En dan Frans Budet is een dichter uit Limburg, maar wordt straks door heel Nederland gelezen. Hij schreef zijn 13e poëziebundel Achter het verdwijnpunt. Maar we gaan eerst praten over Thornton Wilder. Thornton Wilder is vooral bekend als toneelschrijver. Maar hij schreef in de jaren 20 ook een roman, De Brug van Saint-Louis Rey. En daarvoor kreeg hij destijds de Pulitzerprijs. En het is nu voor de tweede keer vertaald door Peter Bergsma. Peter. Laat ik eens even, want dat is zo prachtig, de openingszin. Op vrijdag 20 juli 1714, rond het middaguur, brak de mooiste brug van heel Peru en werden 5 reizigers in de afgrond daaronder geslingerd. Zo begint deze roman. Prachtig, je bent gelijk waar je wezen moet natuurlijk. Eerst even over Thornton Wilder. Jaren 20, ik kende hem als toneelschrijver. U ook? Ja. Ja? Maar wat was het voor man? Ik moet zeggen dat ik niet een ontzettende Thornton Wilder kenner ben, maar wat ik zo er rondom heb gelezen, omdat ik hem vertaalde, was inderdaad dat hij toch hoofdzakelijk, zoals je in je inleiding al zei, ja, bekend is geworden als toneelschrijver en enkele romans hebben geschreven waarin je wel heel duidelijk kunt zien aan die romans ook dat het een toneelschrijver is. Ja, ik vond het weinig dialogen. Ja, maar bijvoorbeeld, er zitten, het speelt zich af in Lima, ja, maar je komt weinig over Lima te weten. Alleen als die tweelingjongens, Manuel en Esteban, die zwerven door Lima. En dan wordt er een heel klein beetje over Lima verteld, maar eigenlijk heel weinig. Ja. En een beetje, dus er zijn heel weinig filmische, het zijn meer decors, toneeldecors. Iedere keer wisselen decors, omdat het... Filmische decors zijn, zou ik maar zeggen, die meer afwisselen. Het verhaal wordt verteld grotendeels door een broeder, Juniper. Dat is een Franciscaner monnik uit Italië. En hij is ooggetuige van dat ongeluk met die brug. Misschien is het aardig als u dat fragment leest. Ja. Toen viel zijn, en zijn is dus inderdaad... Juniper, toen viel zijn blik op de brug en op datzelfde moment vulde een ploikend geluid de lucht, als van het knappen van een snaar van een muziekinstrument in een ongebruikte kamer. En hij zag hoe de brug zich in tweeën deelde en 5 druk gebarende mieren in de vallei daaronder slingerden. Ieder ander zou met heimelijke vreugde bij zichzelf hebben gezegd: 10 minuten later en ik zou zelf. Maar de gedachte die bij het broeder Juniper opkwam, was een andere. Waarom is dit deze 5 overkomen? Als er ook maar iets was voorbestemd in het universum, als er ook maar enig patroon bestond in een mensenleven, dan zou de latente, geheimzinnige aanwezigheid daarvan in deze 5 zo plotseling afgebroken levens ongetwijfeld ontdekt kunnen worden. Of wij leven toevallig en sterven toevallig, of wij leven volgens plan en sterven volgens plan. En wat gebeurt er na deze vaststelling in het verhaal? Hij gaat op zoek naar de reden waarom, inderdaad, waarom het juist deze 5 mensen is overkomen. Maar dat is, hij heeft al eerder een dergelijk onderzoek gedaan. In zijn geboortedorp was op een gegeven moment de pest uitgebroken. Mm-hmm. En toen had hij hele mooie tabellen gemaakt van wie zijn er allemaal getroffen door de pest. En waren dat nou hele goddeloze mensen die een liederlijk leven leiden? Maar er bleek van alles en nog. Ja, dat is dat mooie grafiekje. En er zaten hele brave meisjes tussen en er zaten hele slechte mannen tussen. En zonder enig aanzien des persoons werden ze door de pest overvallen. En toen ging hij dus kijken bij die brug van Saint-Louis Rey, of dat daar ook het geval was. Ja, is dat trouwens een... Ja, ik heb het opgezocht, maar ik kon het niet vinden. Is dat een historisch gegeven eigenlijk, of niet? Weet u dat? Volgens mij niet. Nee, hè? Nee, volgens mij heeft hij dat... Uit zijn brein. Ja. Een theologische detective staat op het achterplat. Ja, met die verstande... Of heeft u het zelf verzonnen?
Nee, heb ik niet vanzelf verzonnen. Maar natuurlijk wel met dien verstande dat al in zin 1 bekend is wat er gaat gebeuren. Ja. En nou ja, eigenlijk ook wel wie het heeft gedaan. Ja. Namelijk God. Het boek gaat er niet over of God het heeft gedaan. Het boek gaat erover waarom God dat heeft gedaan. En ik heb van Willem-Jan Otto opgestoken dat als je al in de eerste zin van je verhaal het prijsgeeft wat er gaat gebeuren, ja, dan heet dat dramatische ironie. Dramatische ironie. Ja. Ja. En dat is het dus. En dat is, daar is hier sprake van. Ja. Ja. Wat omschrijf is de... Wat is de stijl van die Thornton Wilder in dit boek? Hoe zou u dat schetsen? Ja, die is wisselend. Er zit een hele brievencyclus in van een Doña Maria, die brieven schrijft aan haar dochter die geëmigreerd is naar Spanje. En ja, dat is heel erg bloemrijk. En dan... verontschuldigt de verteller. We weten niet wie de verteller is, nee, maar de verteller die verontschuldigt zich op een gegeven moment voor het feit dat hij niet helemaal in staat is om dat bloemrijke Spaans van Doña Maria in even bloemrijk Engels te vertalen. En dus dat is dus één hoofdstuk, die Doña Maria. Er zitten andere hoofdstukken die zijn veel, ik zou bijna zeggen, veel zakelijker geschreven. Ja, ja. Ja. Nou ja, ik dacht soms dat, hé, dit lijkt wel een journalistiek essay. Maar dat is vooral in het begin dat het gewoon heel feitelijk is allemaal. Ja, het is heel feitelijk. En, maar ik denk dat je daar ook wel, dat je daar ook aan kunt zien dat hij een toneelschrijver is. Hmm. Inderdaad, er zit niet heel erg veel dialoog in. Maar er zitten ook niet, behalve nogmaals in die brieven van Doña Maria, maar voor de rest zit er niet heel veel hele lange meanderende zinnen in. Nee. Trouwens, misschien even goed om te zeggen, want we vallen er midden in. Het is dus een boek. 5 mensen storten in het ravijn omdat die kabelbrug of die touwbrug breekt in het midden. En die broeder Juniper die gaat van elk van die 5 naar wat, hoe heeft dat leven zich voltrokken? Ja. Zo is het ongeveer. Ja. Ja. En kan ik in die levens een teken vinden waardoor juist zij op dit moment naar beneden zijn gestort? Ja. Ja, zeg maar al die mensen die van die brug vallen, die laten allemaal een soort gefrustreerde liefde na. Hè, dus in het geval van geval van Doña Maria komt dan helemaal op het laatst komt Clara, die dochter, die komt ten tonele. Dan is een oom Pio is een andere hoofdfiguur die is de mentor geweest van een beroemde actrice in Peru, La Pericola. En daar zijn die 2 jongens weer verliefd op. Nou, precies, daar zijn de jongens verliefd op. En er komt een abdes in voor. En die heeft zich heel erg over die jongens ontfermd. Ja. Dus die raakt ze kwijt. Althans, die ene die met die bruggen al naar beneden dondert. Je zou bijna zeggen dat het eigenlijk geen toeval is. Als ik u nu zo hoor vertellen, ze hebben allemaal iets met elkaar te maken. En met z'n allen donderen ze er in het ravijn. Ja, maar aan de andere kant, misschien kun je wel dat bij ieder ongeval kun je wel zulke overeenkomsten vinden. Ja. Ik zei net dat u het voor de 2e keer heeft vertaald. De eerste keer was in 1980. Ja. Dat is toch niet zo lang geleden? Nou, dat is toch 35 jaar geleden. Nou, dat vind ik niet zo lang. En het was, we hebben het belangrijker, over 1980. Belangrijker misschien nog is dat het was het 4e boek. In mijn vertaalcarrière dat ik vertaald heb. Ja. En je mag ervan uitgaan dat een mens in 35 jaar bijleert. Ja. In eerste instantie kreeg ik het verzoek van uitgeverij Van Oorschot. Die zeiden dat ze het boek opnieuw wilden uitgeven. En kun je je vertaling reviseren? En dat wilde ik in eerste instantie wel doen. En toen ging ik er naar kijken. En toen dacht ik niet overigens omdat ik het heel erg slecht vond. Maar toen dacht ik, nee, het moet gewoon opnieuw. Want die oude tekst die heeft een soort autoriteit. En ik moet het gewoon van nul af aan moet ik het helemaal opnieuw gaan vertalen. Wacht even, de oude tekst heeft welke oude tekst? Mijn oude vertaling. Oh. Mijn oude vertaling, dat staat er dan al. En, ja, ja. Ja, iedere vertaler weet ook dat het heel verneukeratief is op het moment dat je vertaling uitgeprint is, dan ziet het er meteen een stuk acceptabeler uit dan op je scherm. Ja. Dus luister nou eens, ik begrijp het, Tommy, oké, 35 jaar is 35 jaar, maar 1980 is de moderne tijd. Ja. En dit boekje is uit 1927. Hè? Ja. En ik heb het origineel, dus, nou,
gewoon heel modern Engels. Dat zou nu ook uitgegeven kunnen zijn. Ja, maar er zit wel een soort, archaïsche glans overheen om te beginnen. En ik vond dat ik die in mijn eerste vertaling had overdreven. Dus die heb ik weer afgezwakt. Hoe ziet dat eruit, de archaïsche? Hoe zag die overdreven vertaling eruit? Nou ja, ik heb niet speciaal voorbeelden paraat. Maar ik dacht, ja, het moet wel iets... Het mag wel ietsje minder. Iets bovendien, vlotter. We schreven in... althans, ik, maar velen met mij schreven in de jaren 80 nog alle C's als K's. Mm-hmm. Dus actie met, niet met een S hoor, maar wel met een K. En dat zijn ook van die dingen die toch... Dat moet eruit. Dat moest eruit. Ja. Maar ja, daar hoef je dat boek niet opnieuw voor te vertalen. Weet nee. ik maar het geeft dus wel aan dat, dat een vertaling zo snel veroudert eigenlijk. Ja, of een vertaler wordt beter, zeg ik dan in alle bescheidenheid. Nou ja, dat hoop ik in ieder geval zelf. Ja, maar dat is dus de vraag, want als we over 35 jaar hier weer zitten... Ja. Dan is die misschien de vertaling nu niet meer te pruimen voor u. En ja, ik denk niet dat ik dat nog meemaak, maar... nee, maar... Onderschat ja, zo. Nee, maar je, je, maar kijk, waar, je waar kunt zit dat in dan? Nou, maar je kunt sowieso natuurlijk altijd... Als je, ik heb de meeste boeken van Coetzee vertaald... En sommige daarvan die zijn bij drie verschillende uitgeverijen verschenen. En ik heb iedere keer, als het naar een nieuwe uitgeverij ging... Ja. Heb ik die tekst weer gereviseerd... En dan ga je weer dingen veranderen. En als hij nu weer naar een andere uitgeverij zou gaan, zou ik dat weer doen. Maar dat geldt voor auteurs natuurlijk ook. Je bent nooit klaar. Je blijft er altijd aan sleutelen. En je vindt elke keer weer een beter woord. Want is het een eenvoudige tekst om te vertalen? Nou, dat is een gesloten vraag. In hoeverre is het moeilijk? Nou, het moeilijkste was die brieven van die Doña Maria. Om die recht te doen. En er zit een soort Spaanse ondertoon in. En ik weet niet of je dat is opgevallen bij het lezen, maar ik heb wel geprobeerd om dat een beetje... Ik ken vrij goed Spaans. Dus hoe had ik dat kunnen zien? Dan? Ik weet niet de manier van formuleren. Dat is wat Wilder ook heeft geprobeerd. En daarom zegt die verteller, die verontschuldigt zich ook voor het feit dat hij er niet in geslaagd is om dat bloemrijke... taalgebruik van Doña Maria helemaal in adequaat Engels om te zetten. Ja. En ja, ik kan er niet echt voor... Ik heb het wel een beetje door laten klinken van wat zou daar... Hoe zou ze het dan in het Spaans hebben gezegd? Zoiets? Ja. U had het ook in het Spaans kunnen vertalen? Nee. Of dat niet? Nee, ik kan in geen enkele andere taal vertalen dan in het Nederlands en zeker niet in het Spaans. Aha. Nee. De brug van San Luis Rey. Ongelooflijk trouwens dat het... Dat het helemaal aan zijn verbeelding is ontspoten. Ja. Goed is dat, hè? Ja. Ja. Thornton Wilder. De toneelschrijver die ook romans schreef. En vertaald door Peter Bersma. Dank voor je komst. Mooi bedankt. Frans Budé is hier. Wereldberoemd in Limburg. Maar na vanavond ook in heel Nederland. Hij schreef zijn 13e poëziebundel Achter het verdwijnpunt. Kom er maar eens vandaan. Ja, dat is Achter het verdwijnpunt. Dat is een term uit de schilderkunst. Uit de schilderkunst, ja. Dat betekent dan dat twee parallellijnen samen uitkomen, smaller worden en uiteindelijk ze verenigen in één punt op een horizon. Het verdwijnpunt. Ja. En Frans Budé wil achter het verdwijnpunt. En wat betekent dat? Heeft eigenlijk geen betekenis natuurlijk. Nee, maar ik wil toch. Nee, uit mijn dan moet je zeggen je wel. Nee, maar voor mij heeft dat. Ik wil achter dat verdwijnpunt nog verder kunnen kijken. Ja. Ik neem daar geen genoegen van. Als ik op het spoorweglijn sta en ik zie die twee rails in de verte verdwijnen. En ik zie dan misschien nog een klein stationnetje. Ik wil nog verder kijken wat daarachter komt. Dat is mijn nieuwsgierigheid. Ja. En die nieuwsgierigheid, die wil ik onderzoeken. Ik wil op reis gaan om te kijken. Maar uiteindelijk kom ik waarschijnlijk niet verder dan telkens opnieuw. Een verdwijnpunt. Maar ik kan me zo voorstellen dat u al heel veel kennis heeft over datgene wat achter het verdwijnpunt zich bevindt. Ja. Namelijk dat, weet ik veel, dat stationnetje in Valkenburg. Nou, er is geen trein trouwens, hè? Bunde.
Huh? Nou, in Valkenburg. Zo well? Ja. Je bent wel goed op de hoogte van Limburg. Dat klopt. Ja. Oké. Ja. Maar goed, het is natuurlijk ook een idee. Hè? Het is een achter idee. Achter het precies. Ja, zegt u maar. Ja, je bent goed geïnstrueerd. Ja. Nou, wat ik wilde zeggen is, ik heb die gedichten gelezen natuurlijk. En wat me opvalt, corrigeer me als ik fout zit. Dichten is kijken. Of beter, dichten is zien. He, je kunt kijken, maar je moet het zien. Ja. Dat is het, hè? Het is... Ja, in mijn geval wel. En dan moet je bij dat zien nog iets aan toevoegen. Want je moet dat wat je ziet, dat moet je zo persoonlijk mogelijk weten te maken. Je moet dat... Iedereen ziet iets anders. Hè? En iedereen gaat natuurlijk zijn eigen interpretatie geven aan wat hij gezien heeft. En als dat bij mij zo is, dat ik mij verdiept in dood en vergankelijkheid, ja, of in de beeldende kunst mijn troost ga zoeken, dan moet ik mijn manier van kijken in een gedicht proberen om te zetten. En wat kunt u uitleggen wat uw manier van kijken is? Ja, ik kijk ontzettend veel. Ik heb altijd, ja, ik ben niet... Dat zegt mij dus niks. Ja, maar bij heel veel. Dat zal ik u uitleggen. Ja. Ik heb al heel vroeg leren te kijken. Mijn vader had in de binnenstad waar wij woonden, mijn ouders hadden daar een drogisterij. Nou, en Waar was dat? In Maastricht. In Maastricht, het begin van de Brusselstraat, 200 meter van het Vrijthof. We hadden nog geen televisie. Ik ben uit 1945. Maar mijn vader speelde het klaar om ons toch de wereld te laten zien. Hij plaatste de stoelen uit de woonkamer achter de etalage, waar vitrines voor waren, deed het licht uit, behalve één bak, lichtbak, Chiffrine 4. Helpt u tegen alle pijnen. En wij Gelukkig gingen daar zitten. Niet meer, dan moeten we dat eruit knippen. Ja, nee, dat bestaat niet meer, dat kunt u rustig laten staan. Dat heeft nu archaïsche waarde. Ja. En dat, daar gingen wij zitten. Ja. En we waren daar met z'n vijf. Maar wacht eens even, jullie zaten dus in de vitrine. In de vitrine. Die etalage die was wat hoger. En dit was afgesloten, hele grote etalage met vitrines. Dus met glazen deurtjes, schuifjes. En die lichtbak bleef aan. En ja, dat was zaterdagavond. Dus wij zagen de mensen de stad ingaan. Hè, en dan ook wel weer terugkomen. En als kind merkte ik daar vanuit achter die etalage hoe de wereld in elkaar zat. Ik zag, wat is dat daar? Ja, dat kon mijn moeder niet zeggen, want dat bleek achteraf een hoer te zijn. Oké, maar dan gaat die mevrouw gaat weer naar die meneer en die meneer geeft weer een sigaret. Dat werd dan langzaam duidelijk dat de wereld veel meer is dan de school wat je daar leert en wat mijn ouders me konden zeggen. Zodat ik mijn eigen interpretatie bij elkaar kreeg van wat er allemaal gebeurde. Ook achter de toonbank van mijn vader van de drogisterij. Ja. Ja, ja. Waar mensen kwamen uit reizigers, handelsreizigers uit Amsterdam. En maar we raken heel ver van de poëzie af, ik, op deze manier. Nou, we hadden het over de manier van kijken. Hè? Ja. Kijken en zien. Dat zijn twee verschillende dingen. U zei, ik kijk heel veel, ja. Maar wat zie je dan? Hè? Dat is, wat is het... Want soms heb ik het idee dat alles kan bijzonder zijn. Ja, dat hangt ook af van de persoon zelf. In mijn geval is dat ik heel erg aangetrokken werd vroeger al door iets bijzonders. Mensen die zich onderscheiden van anderen. Dat heb ik altijd gehad. Daar ben ik nieuwsgierig naar. Daar probeer ik me in te leven. Waarom, wat doet die meneer? Waarom komt die meneer nu weer langs met dat kapotte koffer of die kapotte rugzak? Hmm. Hè? Dat soort dingen. En dat maakte mij nieuwsgierig. En dan stelde ik vragen daarover. Mm-hmm. En welke functie heeft dan de poëzie voor u? Als ik dat even verbind. Nou, dat is de manier waarop ik al die ervaringen die ik in mijn leven... Ik ben nu 70, heb meegemaakt. Om daarin een soort archief te maken van al die indrukken. Ja. En dat te laten zien. Maar die nog altijd toepasbaar zijn. Al die manieren van kijken van mij. Mm-hmm. Als ik naar beeldende kunst kijk... Kijk nog altijd zo als kind toen ik dat vroeger deed. Ja. We moeten het er toch even over hebben. Ja. Limburg. Top. Maastricht. Ja. Top. Top? Nee, ik zei toch. Oh, toch. Ja. Nou ja, ja. Nou, misschien ook wel top. Ik heb zo het idee dat uw poëzie, dat uw persoon vergroeid is met Limburg. Hè? Zeg hier Frans Baudet, oh, die Limburgse... schrijver, dichter.
Hoe ervaart u dat? Dat hoor ik heel vaak. En ik vind dat altijd een beetje een merkwaardige opmerking. Je hoort ook nooit zeggen bijvoorbeeld van de Zutphense schrijver Haar zit ten berge. Of van de Groningse, klein Ulsdaarse dichter Tonnes Oosterhof. Maar op de een of andere manier nou, wel Hendrik de Vries. De Groningse dichter Hendrik de Vries. Dat wel. Maar spreek je dan over de stad of over de provincie? Ja, dat is het. Ja. Maar het is inderdaad een feit dat dat... bij een Maastrichtse dichter of bij een Friese dichter bijvoorbeeld... daar komt er iets bij. Friese dichters, en dat geldt eigenlijk ook voor Maastrichtse dichters... Die schrijven in hun eigen taal. Maastricht is dan een dialect, maar een dialect... dat zou ook een taal kunnen zijn. Maar daarin schrijft u niet, toch? Nee. U schrijft zuiver Nederlands? Ja. Altijd in Nederland. Ja. Ah, oké. Dus en daarom, ik voel me Nederlander. Juist. Ja. Nog sterker. Ik voel me misschien wel net door het feit dat ik daar zo geboren ben... tussen Maas en Rijn en daar ook woon. Hè? Ja, ja. Op dezelfde hoogte als Calais in Frankrijk. Dat is ongelooflijk, maar mind het is zo. You. Ja. Kijk maar eens naar op Google Maps. Ja. En op dezelfde hoogte als Bonn en als maar zo door... Dan, en New York. En New York uiteindelijk. Oh, nee, Beijing, vergeet dat niet. Dan heb ik evengoed in die brede EU-regio contact... met dat alles wat aan cultuur aanwezig is, als met Amsterdam. Ja. Want ik ben een Nederlander. Ja, zo is het. Nou zou ik toch graag dat prachtige vers, gedicht over die brug willen horen. Ja. Zou ik dat willen lezen? Heeft die brug een naam eigenlijk? Die brug, dat is de Sint-Servaasbrug. Sint-Servaasbrug. In Maastricht wordt het genoemd de Oude Brug. Ja. Maar die Oude Brug, dat zou een Romeinse brug moeten zijn, maar dat is nep. Die brug is in 1900 gebouwd. En die heeft wel een Romaans-achtig cachet met die zeven bogen. Maar de Oude Romeinse brug, die lag wat zuidelijker, richting Luik, maar 100 meter verder. Maar daar zijn wel degelijk sporen nog altijd van aanwezig. Het gedicht over de Maas. Ja. Het oversteken van de Maas. Bij elke stap bezig met de overkant. Vraag het de Maas onder mijn voeten, de meeuw, onbevreesd dansend boven de stenen brug. De overkant is een belofte. Komt huishoog me tegemoet, flonkert en lonkt, geeft zich halverwege over. Wiek of Maastricht? Beide badend in de roem van eeuwigheid, keer ik terug of loop ik heen? Steeds dezelfde gedachte van afscheid en aankomst, terwijl ik mij met kloppend hart voorwaarts spoed, naamloos opga in de drukte. Al maar dichter op de andere oever aan, vergezicht dat eindeloos zich ontvouwt, stadsgrond wordt, waterloop. Droom die ik bewerg, ik draag hem met me mee. Ja. Ik loop nog al eens over die brug en dat kan ik natuurlijk nu niet meer doen zonder aan dat beeld te denken. Hè, zo werkt dat. Ja. Toch? Zo werkt het met literatuur. Ja. Nou lees ik hier op het achterblad dat Frans Budet een nieuwe fascinatie heeft opgedaan, of ontwikkeld, hoe je het moet noemen. Namelijk vermissingen en verdwijningen. Mm-hmm. Ik was altijd al bezig in mijn poëzie, ik geloof dat ik zo even al zei, met dood, vergankelijkheid, maar tegelijkertijd ook met de troost die het leven biedt. En ook met erotiek en ook heel veel met beeldende kunst. Maar als dit je 13e bundel is, dan ga je op zoek binnen dat thema dat je al hebt naar nieuwe dingen, want je moet je toch eigenlijk altijd proberen te vernieuwen. En zo heb ik geprobeerd om te verdiepen in verdwijningen bijvoorbeeld, en vermissingen, dat soort zaken, omdat dat toch iets is dat me bezighoudt en niet alleen mij, denk ik. Maar is dat een persoonlijke toets? Of nee. Heeft dat geen... Okay. Nee, het is hooguit iets dat in de verste verte refereert aan spoorloos. Dat soort dingen, dat televisieprogramma. Of het feit dat pakweg 15 jaar geleden in Maastricht meisje Tanja Groen, eerstejaars, nee, ze moest nog beginnen, in Maastricht aankomt om voor een studie aan de Universiteit in Maastricht.
maar één dag aanwezig is geweest en nooit meer teruggevonden wordt, hè, dat intrigeert mij, dat houdt mij bezig. Denk, hoe kan dat nu? Ja. Dat zijn die dingen dan die iedereen wel bezighouden. En dan kun je dan in een gedicht kun je dan die vraag proberen beantwoorden. Ja. Of in ieder geval, daar ga ik niet in op Tanja Groen, ik heb ook niet over haar geschreven, maar ik probeer toch me voor te stellen wat er gebeurt in een cyclus die gaat over iemand die in een luchtballon ineens verdwijnt. Het is een beetje suggestief voor dat verdwijnen. Verdwijnt hij wel, verdwijnt hij niet. Maar die luchtballon, daar heeft hij geen controle meer over. Er gebeuren van allerlei dingen. En er trekt de zee over en je hoort orgelspel. En dat suggereert iets van adieu. Maar toch, of iemand die een berg beklimt in Zwitserland. Ja. En ineens omlaag dondert. En de anderen denken, ben je er nog? Dat soort dingen. Ja. Trouwens, bergbeklimmers hebben ook heel erg veel met verdwijnpunten. Ja. Die wel ook altijd weer. Ja, ja. Dat. Maar vermissingen en verdwijningen, dat zijn natuurlijk ook mensen die ons ontvallen. Mensen die u ontvallen zijn. En er is een grote afdeling over collega's van u die in de Eerste Wereldoorlog iets overkomen is. Ja, dat zijn de... Dat is wel heel een cruwe titel, had u. Wat was het? Hellevuur. Ja, Hellevuur, het afgezette been van Het gaat over, ik heb gekozen voor vijf schrijvers die alle vijf aan de Eerste Wereldoorlog hebben deelgenomen. Zoals Apollinaire, Hemingway, Blaise Cendrier, Arlin Fournier. Die allemaal daarin zijn gegaan met een groot enthousiasme, ook dat nog. Want dat was in die tijd zo, hè. Dat men dacht dat men de wereld kon verbeteren door allerlei dingen in de oorlog te corrigeren. Maar dat is dan niet gelukt. En, maar hoe komt een man uit 1945 erbij om gedichten te schrijven over jongens die zoveel eerder al... En dat heeft te maken met het feit weer dat ik in een grensgebied woon tussen België en Duitsland. En... wij hebben dat in de Nederlandse, althans ik niet, in de Nederlandse geschiedenisboekjes echt meegekregen op de lagere school. Ja, wij waren neutraal. Maar Nederland heeft 1 miljoen vluchtelingen uit België opgevangen. Ja. En ik weet dat Maastricht, grensplaats, 6 grensovergangen in die tijd, nu nog, maar dan zonder Sint-Schengen, zonder die douaniers. Dat mijn ouders dat gezien hebben, want mijn ouders zijn van 1902 en 1908... En dat heeft op hen een bijzonder grote indruk gemaakt. Ik heb eigenlijk mijn hele leven lang van mijn moeder gehoord hoe die duizenden vluchtelingen daar met hondenkarren, met kinderen erbij dan binnenkwamen. En opgevangen zijn bijvoorbeeld door haar ouders. Die een groot, en u heeft eigenlijk die ervaringen van uw ouders nu vormgegeven in die vijf portretten eigenlijk? Dat bleef altijd afwezig. Ja. En toen dacht ik... Ook door een opdracht vanuit België, van het tijdschrift De Bakker Hond. Ja, er werd gevraagd van schrijvers over. En toen merkte ik van Jozef de Leu, dat is de redacteur. Iedereen schrijft, alle Nederlandse dichters schrijven over de Tweede Wereldoorlog. Ja. Het opdracht was schrijven over oorlog. Maar jij komt met die eerste aan. Hoe kan dat nou? En dat is die reden. Nu uitgelegd. Ligt thuis. Zou u, want ik vrees dat als ik er niet tussen kom, dan gaat u door, hè? Ik zeg niks. Heerlijk. Gaat u wel door. Zou u tot slot een in memoriam willen lezen van... Ik denk dat een vriend collega is geweest. Ja. Hans van der Wijsseburg is inderdaad een vriend en collega. Die is toen hij een jaar of 23... toen hij 23 was, is hij vanuit Helmond, waar hij geboren en getogen was, naar Limburg getrokken, Maastricht. Werd daar onderwijzer. Daar heb ik hem ook leren kennen. Hij was een dichter, we zijn bevriend geraakt met elkaar. Hij is voorzitter geweest van de Pen Nederland, 5 jaar lang. Hij heeft de Mastering International Poetry Nights opgericht. Hij is een wereldreiziger. Hij heeft zich enorm ingespannen voor de poëzie, overal. En ik was daar goed bevriend mee. En hij is ook degene geweest die mij eind jaren 70, ik wil zeggen, man, stuurt dat toch allemaal in, die gedichten, naar tijdschriften. En dat je ziet wat er van komt. Over 13 bundels later dan. Ja. Hans van der Wijsseburg is juni van het afgelopen jaar overleden, geboren in 1943. In memoriam Hans van der Wijsseburg. Nooit de wachtkamer zo kaal en koel,
De steward vreemd opgetuigd met meetlat en kompas. Hij neemt je mee aan boord. De doorkijkjes onderweg doen je aarzelen. Weg toe, dit onbestemde. Waarheen? Nooit op je wereldreizen de zon zo een brand zien staan. Verwacht door je voortijdig vertrek golven dichtregels door je hoofd. Elk woord dat je ooit geschreven hebt, rolt de verste afstand tegemoet, de langste nacht. Je schreef ons ooit, ik draag een dode dichter in mij mee, hij spreekt niet meer mijn zinnen. O droefheid van langzaam wegijlende klanken, jouw stem die voor altijd in mijn hoofd zingt, vastberaden, ach. Als je dat eens wist. Frans Budé, Achter het verdwijnpunt, gedichten, de 13e. Dank voor de komst. Graag gedaan. Dank u wel. Je kunt het je nauwelijks voorstellen, maar er zijn mensen geweest tot diep in deze eeuw die dachten dat Andreas Brunier een man was. Kun je nagaan. Andreas Brunier, haar levensverhaal is nu geschreven door Elisabeth Lockhorn. Dat klopt toch, hè? Dat heb ik wel eens gehoord. Ja, dat klopt. Het staat zelfs nog op een website. Andreas Brunier, zijn boeken zijn verschenen. Ja, daar moest ik ongelooflijk om lachen. Toen ik halverwege de biografie was en ik even iets op moest zoeken, toen trof ik op een website, de bibliotheekwebsite, notabene, aan dat zijn boeken, ja. Inderdaad. Zo ongelooflijk. Ja. Ja. Trouwens, eventjes, dat moet ik natuurlijk vertellen. Dit boek is inmiddels genomineerd voor de Erik Hazelhoff Roelfsema Biografieprijs. Ja, ja. Ik heb een beetje rondgevraagd, die naam laten vallen aan mensen van 40, aan 50'ers, maar ook aan 17, 18-jarigen. Andreas Brunier, het zei ze helemaal niks. Dus ik vrees dat we nu van scratch gaan beginnen. Ja? Prima. Andreas Brunier, alias C.I. Dessauer, alias, dat is flauw. Andreas Brunier was haar schrijversnaam. C.I. Dessauer, haar familienaam. Criminologe, hoogleraar in Nijmegen. Nou, u. Wat wil je weten? Alles. Nee, wie was ze? Waarom is ze zo weggezakt? Waarom is ze zo beroemd? Enfin. Ja, nou, dat weggezakt, dat valt mee. Dat is niet helemaal mijn ervaring. Want een heleboel mensen roepen toch wel degelijk dat ze haar diverse van haar boeken gelezen hebben. Met name Jongensuur, wat destijds een van haar meest ontroerende... Ik vind het ook zelf een van de meest ontroerende boeken die ooit over de onderduik geschreven is. Ja, het is een Joods meisje. Een Joodse vrouw. Ja, het is een... zij werd geboren in een Joods gezin en heeft... ze was 9 jaar toen de oorlog uitbrak... die ongelooflijk grote sporen in haar leven heeft achtergelaten. Want als meisje van 11 ging ze alleen de onderduik in zonder haar ouders. Want die gingen op andere adressen onderduiken. En zij heeft 16 onderduikgezinnen gehad waar ze soms midden in de nacht moest vluchten. Weer andere adressen moest vinden. En dat is toch wel van hele grote, het heeft grote krassen bezorgd in het leven. In dat verloop van dat leven, hè? Ja. Want ze ging eigenlijk als een soort heel klein schattig meisje met vlechtjes ging ze de oorlog in. En wat er uit tevoorschijn kwam was een soort ruig jongen die met boomstammen gezeuld had, op het land had gewerkt. Ja. En zelfs niet herkend werd door haar moeder toen ze terugkwam. Kijk, een biografie schrijf je over een persoon die iets betekend heeft, die belangrijk is geweest, die apart is, die iets die ons doet verbazen. En u begint het boek direct al met de ambivalentie die Andreas Brunier voelt over het vrouw zijn. Ja. Je krijgt het idee, tenminste dat heeft ze trouwens zelf ook gezegd, ik wil eigenlijk een jongen zijn. Daar gaat het jongensuur ook over. Hè? Ja, daar is de naam het jongensuur van afgeleid. Ja. Daarin beschrijft ze hoe ze na de oorlog terugkeert en voor het eerst weer naar het zwembad gaat na al die jaren. En dan... vanaf de derde is ze ervan overtuigd geweest dat ze eigenlijk een jongetje was, maar toevallig in een meisjeslichaam terecht was gekomen.
En het eerste wat ze dan ook doet in dat zwembad, is dat ze stiekem naar binnen glipt op het jongensuur. Vroeger had je aparte tijden voor het jongensuur en het meisjesuur. En dan glipt ze naar binnen bij het jongensuur. Maar wordt er op een gegeven moment uitgevist door de badmeester. Wat een enorme vernederende afgang voor haar is. Ze had toch een washandje in haar broekje gestopt? Ja, het deed echt alles om het te doen lukken. Ja, ja. En het grappige is dat je dan ziet dat in de debuutroman die ze later schrijft, dat in feite dan dezelfde situatie plaatsvindt. Want dan studeert ze in Amsterdam en dan gaat ze van haar eerst verdiende kleren, gaat ze een mannenpak kopen en dan gaat ze in de pijp zitten in een kroeg. Heel stoer, ook een pijp opgestoken. En dan komt op een gegeven moment er ook een man aan de tafeltje staan die zegt, hé, jij bent helemaal geen jongen, jij bent een meisje. En opnieuw dezelfde vernederende afgang. En dat, dat speelt. En niet voor niets heeft ze dus ook een mannenpseudoniem gekozen. Waar inderdaad tijdenlang mensen ingetrapt waren. Ja. Totdat bij haar tweede boek, dan komen er twijfels. En dan op een gegeven moment kan het er niet meer schelen. En dan laat ze inderdaad merken, nee, dit, hier gaat er eigenlijk een vrouw achter schuil. We hebben dus al in korte tijd twee dingen genoemd. Namelijk dat die oorlog, dat Joodse onderduikverleden is tekenend geweest. Heeft haar getekend, laat ik het zo zeggen. En het feit dat ze een vrouw is en liever een man wilde zijn. Ja, ik denk dat dat twee belangrijke punten in haar leven zijn. En je zei daar straks van biografieën moeten eigenlijk gaan over mensen die uitzonderlijk zijn. Dat was ook altijd. Ik denk dat aan die norm dat ze volstrekt voldoet. Want zeg maar, wat Reven betekend heeft voor de heren, dat heeft zij eigenlijk voor de dames betekend. Want ze was ongelooflijk belangrijk voor. Ze was echt een rolmodel voor homoseksuele vrouwen. Maar niet opgelegd, hè? Ik begrijp uit uw boek dat zij gewoon dingen deed. Ja, omdat ze vond dat ze dingen moest doen. Ergens aan het eind schrijft u, ik ging naar de sjoel en ik ging op de derde rij zitten. Nou, dat was natuurlijk een affront voor een vrouw in de sjoel op de derde rij. Had ze dus niet in de gaten, maar dat moest ik gewoon doen. Ja, het is haar ondanks dat ze. Precies, het was zo normaal voor haar dat ze er geen seconde bij nadacht dat ze misschien beter op de laatste rij had kunnen gaan zitten, zodat mensen geen aanstoot hadden kunnen nemen aan het feit dat daar zij met haar vriendin zat, maar daar was ze totaal niet mee bezig. Hoe is het trouwens gekomen dat u die biografie heeft geschreven? Dus er is natuurlijk een boekje, of een prachtige interviewbundel, Geletterde Vrouwen. Daarin staat zij ook. Ja, dat is eigenlijk de aanleiding geweest, want in 1996 verscheen 20 jaar geleden. Geletterde Vrouwen. En dat was bijna klaar en toen bedacht ik plots, je kan geen. En toen had ik de titel bedacht, Geletterde Vrouwen. Toen dacht ik, het is onmogelijk om een boek Geletterde Vrouwen te schrijven zonder een gesprek met Andreas Burnier gehad te hebben. Dus eigenlijk op de valreep besloot ik toch met haar te gaan praten. En hoe was dat? Ja, dat was heel opmerkelijk. Ja. Want ik ging daar een beetje beducht heen. Want het was een behoorlijk stevige polemist die er de heren flink van langs kon geven. En dat waren niet de geringste heren waarmee zij polemieken voerden, zoals Rudy Kausbroek. En ik ging dus lichtelijk gepantserd heen van, oké. En wat ik aantrof tot mijn verbijstering was een timide, bijna bange vrouw. En die tot mijn afgrijzen met één regelige zinnen antwoord gaf op, terwijl ik echt een door diepte interview wou houden. Dus na een half uur dacht ik, dit wordt niets. Hier moet ik gewoon voor het in. Terwijl ik al 20 jaar interviews hield, ik denk dat dit me voor de eerste keer niet gaat lukken. En want ze zat er zo verkrampt bij. En net op dat moment kwam haar vriendin binnen, haar geliefde. En die kwam erbij zitten. Toen was dat Daniel? Ja, dat was okay. Daniel van Maurik. En die was aanzienlijk jonger. En wij raakten meteen met elkaar in gesprek, we maakten grappen. En zo vanuit mijn ooghoeken zag ik hoe haar schouders naar beneden gingen, hoe ze ontspannender begon te kijken. En toen zei ik iets wat ik nog nooit in mijn journalistieke carrière had gezegd. Van god, want ik probeer liefst familieleden zo snel mogelijk de kamer uit te krijgen, omdat dat toch een aanzienlijk beter gesprek oplevert. Maar ik stelde toen toch voor van, laat zij erbij blijven, laten we eens kijken of dat misschien beter werkt. En dat was inderdaad het geval. Toen kwamen we al heel snel bij de kern van het gesprek uit, namelijk
hoe ongelooflijk lang die oorlog had doorgewerkt in haar leven. En hoe dat haar tot een heel angstig mens had gemaakt. Ja. En u beschrijft ook, of dat zegt zij zelf, dat zij niet het zebrapad over durft. Hè? Omdat dat haar aan de oorlog doet denken. Zelfs als ze gewoon de straat over wilde steken, al of niet met het zebrapad, als ze gewoon de straat over wilde steken en er stopte een auto voor haar, dan zei ze, dan stak ik niet over. Dus ik keek er verbaasd aan en zei ze, nee, want voor hetzelfde geld geeft hij weer gas. En toen besefte ik pas hoe heftig dat doorwerkt. Dus ze vertelde bijvoorbeeld ook dat als ze vertrouwt geen hond eigenlijk. Totaal niet. Ja. Als ze in Amsterdam was en ze had vrienden wonen op het Europaplein, en daar was toen de Joodse boekhandel Joachim Staal. Ze zei, maakte ik een hele ingewikkelde bocht, zodat niemand zou kunnen denken dat ik naar de Joodse boekhandel ging. Want dan zouden ze kunnen denken dat ik ook Joods was. Ja. Dus Joods zijn was met zoveel gevaar verbonden in feite voor haar. Ja. Daar wil ik straks op terugkomen over dat Joods zijn. Dat viel mij namelijk helemaal niet op. Dus dat is gek trouwens. Hè? Ik heb een levenslange vriend gehad. En zo'n beetje op het eind van zijn leven zei hij, ik ben Jood. Ja, ja. Terwijl, so what? Hè? Maar dat is dus... Het was bij haar, voor ik haar totaal met gevaar verbonden. Ja, ja. En dat kan natuurlijk ook niet anders. Als je als heel klein meisje hebt gemerkt dat ongeveer letterlijk de doodstraf staat op het feit dat jij Joods bent. Mm-hmm. Toen zij in die onderduik zat, kreeg ze ook voortdurend te horen van, doe je lippen maar een beetje op elkaar. Want anders zien ze dat je brede lippen hebt. En dan zien ze misschien dat je Joods bent. En ze zei, tot op de dag van vandaag, als ik ergens in een nieuwe omgeving ben, dan doe ik meteen die lippen op elkaar. Ja. Want wie weet, denken ze. Dus dat is er ingehamerd werkelijk. Ja. Goed, ze gaat studeren. Een studie criminologie, een multidisciplinaire studie. Doet onderzoek naar misdaad, in de breedste zin van het woord. Sociologisch, psychologisch, juridisch. Hè, een prachtige studie. Maar ik heb het idee dat zij daar, op dat vakgebied, nou niet echt school heeft gemaakt. Nou, ze heeft niet echt een eigen school opgericht. Net zo min eigenlijk als Nagel, haar leermeester. Ja. De professor Nagel, de dichter G.B. Charles. Daarvoor ging haar hart uiteindelijk toch meer uit naar de literatuur. Oh, toch wel? Ja, dat was zeker het geval. Aha, dus ook al die essays en de stukken die ze voor de universiteit heeft geschreven, dat is vanuit een literaire inborst vormgegeven. Nou, ik denk dat haar grootste waarde voor de criminologie vooral gelegen heeft in het feit dat ze een ongelooflijk talent had in het aantrekken van briljante jonge jongens. En het is opmerkelijk hoeveel van haar studenten allemaal gepromoveerd zijn. En wat dat betreft had ze een hele scherpe neus om talenten op te speuren. Ze omringde zich ook graag met jonge knullen, hè? Ja, ze had een Plato-club. De Plato-club. Waar Oek de Jong bijvoorbeeld ook deel van uitmaakte. Ja. Allemaal briljante jonge jongens. Die zij om zich heen verzamelden, waar ze zo'n 10 jaar lang discussies mee. En dat is in feite ook wel ontroerend, want daarmee zie je eigenlijk ook dat ze zich toch weer manoeuvreerde als jongen tussen de jongens. Ja, maar toch ook weer de vrouw onder de jongens. Hè, dus ja. Je krijgt het idee, ze wil wel ergens bij horen, maar ze kan gewoon nergens bij horen. Hè, want of die vrouwenbeweging, ze is heel belangrijk geweest, maar ze gruwt van al dat groepsgevoel. Nou, het grappige is dat ze wel degelijk, ze wordt een beetje beschouwd als de grootmoeder van het feminisme. Want ze heeft echt hele prachtige, opruiende essays daarover geschreven. Maar op het moment dat het feminisme helemaal doorbreekt en in iedere provincieplaats een vrouwencafé is en vrouwenstudies aan de universiteit, doet ze als het ware een stap achteruit, want ze groeide inderdaad van het groepsgebeuren. Ja. En daar moest ze niets van hebben. En ze riep dus ook dodelijke dingen soms over het feminisme, wat de dames haar ook niet in dank afnamen. Kunt u er nog één zo... De eeuwigdurende klaagfabriek noemde zij het feminisme. Nou, dat was niet iets waar de dames heel blij van werden. Ja. En ze had natuurlijk ook uitgesproken ideeën en meningen over abortus, die totaal tegen de zeitgeist ingingen. Ze vond wel degelijk dat het wettelijk toegestaan moest zijn, maar ze vond dat er veel te lichtzinnig mee omgesprongen werd. Zoals ze ook hele kritische opmerkingen
had, wat er even min in dank werd afgenomen, ja, over euthanasie. Ja. En daar heeft zij op het moment... Euthanatie had ze het over. Ja, dus een... Dodelijk. Ja. Maar ze in 86, toen euthanasie op het punt stond om die, dat de wet aangenomen zou gaan worden, toen schreef zij echt een heel geruchtmakend essay en later nog een boekje eroverheen, Mag de dokter doden, waarin ze hele kritische kanttekeningen maakte, waarvoor ze echt voor alles uitgemaakt is. Want dat riep werkelijk een ongelofelijke woede op. Maar ik kan me ook wel voorstellen, want ze komt over in het dagelijks bestaan als een, nou, u zei het zelf, een beetje timide, onhandige vrouw. Mm-hmm. Maar als je dan die stukken van haar leest... Wauw, daar vonkte alles vanaf. Maar ging het soms niet... Had ze wel gevoel voor welke... Nuance? Nee, totaal niet. Dat bedoel ik. Nee, hè? Nee. Dus ook enigszins had... natuurlijk nou, autistisch zij... in die zin. Nee, niet autistisch. Niet autistisch. Maar ik denk, zij weet dat. Niet zij, zij weet dat zelf vooral aan haar Sephardische Joodse wortels. Omdat het natuurlijk toch een zuidelijk Jodendom is. Dat haar een temperament had gegeven wat niet bepaald helemaal in de kleinste nuances iets. Maar aan de andere kant zei ze ook... Toen Wam de Moer, die zei ooit van, had het niet een beetje... Een criticus, Neerlandicus. Had het niet wat zachter gekund? En toen zei ze, nee, als het op een gegeven moment in dit stadium... omdat toen die wet bijna goedgekeurd ging worden... Ja. Dan helpt alleen maar een hard geluid, want anders wordt er niet op gelet. Maar ze was trouwens niet de enige. Het grappige was, zij kreeg medestanders in een heel onverwachts kamp. Want toen iedereen haar ongeveer afmaakte vanwege haar toch wel zeer rellerige essays... Toen verscheen er een prachtige act van Kees van Kooten en Wim de Bie. Ja. Waar zij dan ook, zoals ik beschrijf in de biografie, een hele dankbare brief aan ze schrijft. Ze zei van, oh, ik ben zo blij, want dat er een paar mensen mijn kritische woorden op de juiste manier horen. Want ze hebben zelfs een paar keer item aan besteed. Ja. Want zij vonden ook dat het veel te hard ging. En ik moet zeggen, toen... in het jaar van haar dood, toen schreef Aleid Truijens, de criticus... Ja, in 2002. Ja. Die schreef toen een stuk in de Volkskrant die haar destijds had afgemaakt ook. En die zei van, eigenlijk moeten we beschaamd toegeven dat de argumenten die zij toen aanvoerde... dat ze daar toch ook wel gelijk in heeft gehad. Want dat het eigenlijk precies de vragen zijn die mensen zich stellen aan een sterfbed... met alle moeilijke vragen van dien. Dat zij toch de ongemakkelijke vraag stelde van... in hoeverre mensen die sterven op een sterfbed liggen... in hoeverre zijn die beïnvloedbaar? Ja. In hoeverre zijn die te manipuleren? En een aantal dingen die ze zijn waren beslist niet zo heel erg gek. Nee. Luister, een biograaf moet snoeihard zijn. Mm-hmm. Ik ben nog niet klaar. Nee, ga door. Een biograaf moet snoeihard zijn. Die moet alles boven tafel krijgen. Die moet natuurlijk zo'n compleet mogelijk beeld van het corpus delictum schetsen. Mm-hmm. En wat mij opvalt... Andreas Bunier is ooit getrouwd geweest. Daar zijn kinderen uit voortgekomen. Trouwens, haar man dacht dat hij met een man trouwde. Dat is ook weer zo grappig. Maar goed, u schrijft daar nauwelijks over. Over die kinderen, over de opvoeding, over wat die kinderen van die moeder... vonden we het, daar zit... Je bent niet de enige die dat zegt. Alsof het boek heeft prachtige recensies gekregen. Eigenlijk ben met 4 en 5 sterren verwend allemaal. Maar bij twee recensenten hoorde ik inderdaad de verzuchting van... oh, we hadden wel wat nog iets meer willen weten en met name over die kinderen... En ik moet zeggen, ik bedoel, het gaat mij niet om sappigheid of zo. Ik moet zeggen, het is voor mij een hele bewuste keus geweest. Ah. Ik weet dat sommigen daar anders over denken. Ik weet dat een paar jaar geleden verscheen er een artikel van Elsbeth Etty... Die schreef van de biograaf, moet door de deur van de slaapkamer kijken. Je moet onder het bed gaan liggen. Ik denk daar anders over. En zij schreef ook, een dode kennen geen privacy... Ik denk dat doden wel privacy kennen. Hmm. En ik denk dat je er... Ik vond dat dat wel het geval was. Ik heb niet over wat andere mensen daarmee moeten doen. En ik denk dat er soms een soort ingetogenheid wel mag zijn.